De oudste waterzuivering van Almelo, de Vissendijk, aan de Plesmanweg, zal in 2018 een grondige renovatie ondergaan. Om de komende 15 jaren weer helemaal aan de eisen van de tijd te voldoen. De voorbereidingen zijn in volle gang. Wat doet de waterzuivering eigenlijk? De waterzuivering is in algemeenheid zuivert afvalwater. En dat doet een waterzuivering op zodanige manier dat het uiteindelijke effluent, zoals dat heet, wat hier weer de poort uitgaat, weer terug kan naar de watergangen, naar het systeem. Wat voor water zuivert u eigenlijk? Want ja, er valt regen. Ja, er valt inderdaad regen. Dat komt ook mee. Daar heb je ook mee te maken. Maar het meeste water wat hier gezuiverd wordt, is gewoon het droog weer aanvoer. Dus mensen die gaan naar het toilet, produceren afvalwater. Dat afvalwater wordt door de gemeente, door de rioleringscentraal, hier naar een rioolwaterzuivering gebracht. En hier binnen de rioolwaterzuivering maken wij het dan zodanig weer schoon dat het weer terug kan naar de natuur. Dus het is geen... Naar de natuur. Ah, je kan er niet een glaasje van drinken. Het is niet zo dat je daarbij komt overlijden, maar het is inderdaad zo dat het geen drinkwater is. Dat doet een andere maatschappij, dat doet Vitens, die maakt er weer drinkwater van. En nou zijn we hier op de Vissendijk. Dat is een van de twee plekken waar dus het water gezuiverd wordt. En dat gaat een renovatie ondergaan. Waarom eigenlijk? Deze zuivering bijvoorbeeld loopt toch wat achter qua procesautomatisering. Qua beheer, om beheer op orde te krijgen, willen we dan toch deze zuivering gaan verbouwen. Zodat die na de verbouwing wat makkelijker te bedienen is. En nog beter kan voldoen aan de effluenteisen die gesteld zijn aan deze zuivering. Hij wordt up-to-date gemaakt. Hij wordt inderdaad helemaal up-to-date gemaakt. En dat gebeurt dan zowel voor procesautomatisering, elektrotechniek, als we kijken even weer naar werktuigbouwkunde, mechanisch en naar civiele aspecten. We zijn nu volop bezig met de voorbereidingen. Dus het maken van het ontwerp, verder detailleren van het ontwerp. Dat zal zich uiteindelijk gestalte krijgen in een bestek met tekeningen. Dan gaan we na de zomer, denk ik, gaan we de aanbestedingen houden. Dat houdt in dat we dan aannemers gaan selecteren om de werkzaamheden hier te gaan uitvoeren. Nou, dan heb je nog wat voorbereidende werkzaamheden voor de aannemers nodig. Dan denk ik dat we in 2018 dat dan het grosso modo qua uitvoering hier gedaan zal zijn. En dan begin 2019 nog. En dat we zo in het voorjaar, medio 2019, helemaal klaar zullen zijn met de aanpassing van de rioolwaterzuivering. Wat kan de gewone burger nou doen om toch uw werk wat makkelijker te maken? Door geen dingen in de riolering te stoppen die niet gewend zijn. Hè. Elk jaar propaganderen wij ook weer met oud en nieuw. Dat niet dat frituurvet zeg maar, via de riool wordt aangevoerd. Daar hebben we veel hinder van. Dus het normale aanvoer van afvalwater, zoals wij het altijd noemen, je poep en je pies, dat is prima. Daar functioneert deze zuivering op. Want daar zitten de bacteriën ook in die uiteindelijk het afvalwater weer schoonmaken. Dus dat is prima, maar geen dingen die niet gewend zijn. Dus overdadig vet of dat soort aspecten. Dat is wel hinderlijk voor een afvalwaterzuivering. Er zijn 20 stolpersteinen, struikelstenen, geplaatst. Helaas waren er 4 geplaatst voor het pand Grote Straat 107 in plaats van Grote Straat 170. De familie Meuleman werd niet in Auschwitz, maar in Sobibor vermoord. De Stichting Levend Verleden zal de fout herstellen. Yeah.
Welkom hier bij op het bordes van het Theaterhotel aan het begin van een traditionele Pasentocht. En dat is een moeilijk woord, traditioneel. Maar dat betekent dat jullie iets doen vandaag wat in deze stad, hier in Almelo, al 85 jaar lang gebeurt. Er zijn hier vaders en moeders en opa's en oma's die dezelfde tocht die jullie gaan maken ook al hebben gemaakt. Prachtige traditie. 85 keer al hier in de stad. Dat je nagaat dat je al 85 jaar lang kinderen op Palmzondag door de stad gaan. Onder leiding van de Almeloze Harmonie. Met hun Palmpaasenstok. Ja, dat is fantastisch om daar deelgenoot van te zijn. En natuurlijk ontzettend mooi dat we zoiets in Almelo nog hebben. Ja, de gagel is zeldzaam. Hè? Is ook een beschermde plant. Op een aantal plekken in de buurt groeit hij nog. Ja, en dat maakt dat hij zo zeldzaam is dat hij niet veel meer gebruikt wordt. Ja, en buxus zit bijna in elke tuin tegenwoordig. Dus de Twentse stok met buxus zien we veel meer. Ja, vrije expressie hoort er ook bij. Hè? Het is natuurlijk een feest van tradities, Palmpaasenoptocht. En dan heb je het over buxus en over gagel. Maar je moet kinderen ook de tijd geven en de ruimte geven om met volle fantasie een hele mooie eigentijdse Palmpaasenstok te maken. En dat hebben ze vandaag ook weer laten zien. En die aanmoedigingsprijs, die is gewonnen door de BSO Small Steps. Er gaat iets heel bijzonders gebeuren volgens mij hier in Almelo. Allereerst, Gerda, even de datum. 10 en 11 juni. Je zegt er zijn twee data. 10 en 11 juni. We gaan 24 uur lopen voor het goede doel. 24 uur? Wie houdt dat nou vol, André? Een heleboel mensen uit Almelo en omstreek. Maar we gaan toch niet 24 uur achter elkaar lopen, hè? Dat gaan we doen in estafettevorm. Dus elk team heeft zo'n beetje 12 tot 20 lopers. En die gaan in estafettevorm gaan die 24 uur volmaken. En die nemen een beetje geld mee. Sowieso moeten ze inschrijfgeld betalen om deel te kunnen nemen. Mogen nemen. Ja, dat moet niks, alles mag. En vervolgens worden ze uitgedaagd om geld te gaan inzamelen als team. En nou hebben we een datum, en nou hebben we dingen gehoord. Maar hoe heet het? Samenloop voor hoop. Samenloop voor hoop in Almelo. AVC Heracles. Bij AVC Heracles. Nou, dat klinkt volgens mij als een succesformule. Ga je ook lopen? Dat is wel de bedoeling. Want ik heb natuurlijk nog wat andere dingetjes te doen. Maar als de tijd het toelaat, dan zal ik dat zeker doen. En dat wordt waarschijnlijk 's nachts.
Ja, want ik heb gehoord dat jij ook verantwoordelijk bent voor alle activiteiten rondom. En volgens mij wordt er heel veel georganiseerd. Kan je daar iets van vertellen? Ja, we zijn bezig met een heel evenementenprogramma. Want het is natuurlijk de bedoeling om in de eerste plaats de lopers te vermaken. Maar het zou ook heel fijn zijn als wij een leuk evenementenprogramma hebben. Dat er ook mensen van buitenaf denken van, hey, ik ben nieuwsgierig, ik ga ook kijken. We hebben een heleboel artiesten die live gaan optreden. Dat zijn veel mensen hier uit de buurt. We hebben allemaal ontzettend veel talent. Hè? Dat zul je misschien beamen. En die mensen geven we heel graag een podium. Dus dat wordt, en er is van alles voor de kinderen te doen. Dus voor een hele brede doelgroep, van jong tot oud, gaan wij van alles organiseren. Mooi. Waarschijnlijk een hele mooie start overdag. Maar tijdens de donkere uurtjes gebeurt er dan ook nog wat? Jazeker, tijdens de donkere uurtjes hebben we sowieso de kaarsenceremonie. En een kaarsenzak kun je zelf als team verkopen. En die kun je mooi maken en personaliseren en toedichten aan iemand die je wil herdenken. En in de nacht, wat ik eigenlijk zelf een heel mooi gebaar vind, dan lopen we tussen die kaarsenzakken door. Uiteraard met kaarsen erin. En André is er natuurlijk ook nog. Die gaf al aan, 's nachts dan is hij er ook. En dan zorgt hij voor een nachtdisco. Dat is op zich ook wel een bijzonder iets. Je krijgt een koptelefoon op en dan hoor je nog steeds muziek. Alleen zorgen we ervoor dat de omgeving waar we lopen rustig kan slapen. Ja, want ik heb gehoord, je kunt volgens mij ook nog even slapen. Stel dat je een uurtje wandelt of twee uurtjes en je bent even moe. Dan is er een mogelijkheid om te slapen. Ja, zeker. Er is een tentenkamp. Dus op het terrein. En daar kun je een uurtje slapen. Maar mensen die zeggen van, goh, ik wil 's nachts de hele nacht doorslapen, is ook prima. Dat kan ook. Dus voor alles is gezorgd. Nou, volgens mij klinkt dit heel erg goed. Volgens mij moeten wij met z'n drietjes even naar de mensen thuis zeggen van, jongens, Meld je aan, zeker. En doe vooral mee met de Samenloop voor Hoop. Is er een website? Er is een website, samenloopvoorhoop.nl. En uiteraard zijn we ook te vinden op Facebook. Kijk, nou ja, volgens mij kan het niet missen. Heb jij nog iets, André? Ja, dat jij voor het mooie weer zorgt, Dennis. Oh ja, daar was iets mee, hè? Daar ben je van, toch? Ik doe mijn best. Hoe gaat het met de markt? Het gaat uitstekend met de markt. Deze nieuwe locatie bevalt ons goed. De klanten zijn tevreden, het publiek is tevreden, collega's zijn tevreden. Dus... Hoe zit het met de markt, bijvoorbeeld op Koningsdag? Koningsdag is er wel markt. Niet alle collega's zijn er. De markt is gesitueerd op het plein voor Niels. Daar komt een aantal visboeren te staan. We sluiten aan met de rommelmarkt. Een gedeelte van de markt wordt gebruikt door de rommelmarkt. En we gaan samenwerken. De markt is tot 5 uur. Dus de collega's die komen, die staan tot 5 uur. Indigo Almelo presenteerde haar 63e tentoonstelling, getiteld In het nu van toen, met kunstenaars Lotje de Lucinet en Peter van den Akker. Elise die speelt ook in het jeugd, Twents Jeugd Symfonieorkest, Hoboconcert van Chimabota. Ken je de oermoeders? De oervorm. Vrucht van denken in het nu van toen. Vormen en volumes bekleden de oervrouw als beeld en symbool van de zoogsoort. De introductie, het thema van vandaag, de oermoeder. Je zou bijna kijken, ook als ik naar de schilderij van Peter kijk, naar de man in de middel. Dan heeft dat een zeggingskracht die heel indrukwekkend is. En dan zijn we met elkaar vanmiddag getuigen van een hele mooie, bijzondere tentoonstelling. Waar ik ook een eer is dat ik hier als voorzitter van de Raad van Cultuur mag openen. Ik heb als voorzitter van de Raad van Cultuur het voorrecht eigenlijk om zo'n beetje 2 dagen, 2,5 dag in de week,
met kunst en cultuur bezig te zijn op een manier die niet scheppend is. Behalve dan dat ik iets van een advies moet geven aan de minister, van Onderwijs en Cultuur. Samen met een groep van 7 deskundige mensen gaan wij de komende jaren weer van alles vinden, van de subsidies die gegeven worden en de manier waarop kunst en cultuur in onze samenleving aandacht krijgt die het verdient. En ook om na te denken hoe die aandacht voor kunst en cultuur in dit land op niveau blijft. De inspiratie komt uit Turkije. Dat is zo dat ik toen ik daar was tijdens een reis, daar trof ik het begrip aan van een heel iets oud, de moedergodin Sibylle. En de moedergodin Sibylle die staat hier ook opgesteld in deze ruimte. Dat was dus een begrip dat kende ik niet. Dus dat was een godin 700 jaar voor Christus van een bevolking, de Frigiërs. En zo ben ik gaan speuren naar wat moedergodin, wat dat betekende. En zo kwam ik erachter dat er onder andere in Turkije, maar dus op heel veel andere plekken in de wereld ook, bestaan dus heel veel Venusbeeldjes, vruchtbaarheidsbeeldjes. En die moedergodin heeft daar ook mee van doen. Dus de groep die ik gemaakt heb is een groep van vrouwen, van moeders, zeg maar, die verbeelden het begin, het oerbegin van de eerste moeder. En gaan dus door de tijd heen naar het laatste beeld. En dat is dan nu. En deze tentoonstelling is in samenwerking met Peter van den Akker. Ja. Hoe gaat dat in de toekomst eruit zien? Gaan jullie nog vaker samenwerken? Ja, ik heb Peter gevraagd. En ik heb hem van meet af aan gevraagd. Van, goh, we gaan het doen in Almelo. En hopelijk kunnen we daarna samen ergens anders het nog een keer doen. Maar dat moet nu nog allemaal op touw gezet worden, moet allemaal nog blijken. Wij hopen dan ook met de betrokken partijen tot afspraken te komen om tot een seniorvriendelijke bouwvorm te komen bij nieuwbouw en renovaties. Om helderheid te krijgen hoe en waarom, hopen we deze middag samen met de aanwezige partijen inspiratie en ideeën te krijgen. Nou, levensloopbestendig bouwen is zo bouwen dat je de flexibiliteit hebt om woningen aan te passen aan de behoeften die bewoners hebben gedurende hun leven. En dat wil zeggen dat van jong tot oud in dezelfde woning moet kunnen wonen. Dan moet je dus slimme maatregelen nemen om dat mogelijk te maken. Levensloopbestendig wonen betekent voor mij niet dat je alleen maar woningen maakt met slapen en baden op de begane grond. Je kunt ook best een slimme oplossing bedenken waarbij in de toekomst een huislift mogelijk is. Of waarbij andere voorzieningen al in de basis aanwezig zijn, waardoor je ze later eenvoudig kunt aanbrengen. Nu valt het me op dat hier hoofdzakelijk ouderen zijn. Was het niet handiger om met jongeren te beginnen? Want dat zijn vaak de mensen die huizen kopen. Ja, dat klopt. Maar we zitten hier niet alleen voor huizenkopers, maar ook voor huurders. Dus ook de corporaties zijn hier aanwezig. En ja, het is uiteraard georganiseerd door de seniorenraad in Almelo. En dan heb ik weinig in te brengen over wie er komt. U bent ook de bouwer van Indië Complex. En hoe gaat het daarmee? Prima. Wij verkopen daar behoorlijk wat woningen. Recent zijn ook de appartementen in verkoop gegaan. En ja, we hebben er goede verwachtingen van dat ook dat prima gaat lopen. Het begint echt een levendige buurt te worden waar mensen graag zijn, heb ik het idee. En hoe lang kunnen ze de organisaties nog gebruik maken van die grote zaal? Nou ja, zolang die mogelijkheid er nog is, geven wij daar uiteraard graag ook de mogelijkheid toe. Maar ja, geleidelijk aan zal het steeds verder gaan met de nieuwbouwplannen op Indië. Maar we zijn nog wel een aantal jaren bezig. Dat is onze wethouder cultuur, Christine van Wijk. Avanti. Nee, dat is 2, 3, go! Yes! Ah. Ja.
hoor. Toch als je het hebt. Daar staan we dan. Nou Esther, zomaar voor de camera. Ja, met de hele seizoenspresentatie voor de boeg. Maar mooi programma heb je. Dankjewel. We hebben er heel veel zin in. We hebben echt weer voor ieder wat wils. Van beginnend cabaret tot try-outs van wat bekendere cabaretiers. Ja, waarom zou ik ook niet? Huh? Ik heb 25 jaar opgesloten gezeten in een huwelijk. Ik was een soort voetveeg. Niks meer dan dat. Een huishoudster. En later misschien ook een verpleegster. Maar blijkbaar niet zo'n goeie. Peter Pannenkoek, Richard Groenendijk. Die hebben dubbelstaan. Ja, want die komt bij jou als hij klaar is. Dus mensen kunnen zowel gaan kijken als die nog aan het maken is. En als die klaar is, later in het seizoen. Weer een flinke puzzel de afgelopen maanden, maar met mooie musicals. My Fair Lady, we hebben net een stukje hier in de zaal kunnen zien. Prachtig. En mooie concerten, cabaret, opera. Ja, eigenlijk heb ik ook weer het hele paletje vol. En Jochem Meijer natuurlijk als hoogtepunt. Ja, dat is natuurlijk helemaal fantastisch. Ja, maar we zijn ook allemaal gewoon een beetje verliefd op Jochem. Daarom. Dus dat, kom je ook dan? Ja, tuurlijk. In de Sint-Stevenuskerk van Bonnebroek werd zondag een Palmpazen gezinsviering gehouden. De Palmpazen die de kinderen meebrachten gaven de kerk een feestelijk aanzien. Thank you.
Die huizen achter het station aan de Parallelweg, die staan al een hele tijd staan ze leeg. En dat is natuurlijk heel jammer, ze verloederen steeds meer. Heel veel mensen ergeren zich daaraan. En ja, de gemeente is daar heel lang mee bezig geweest om ze allemaal op te kopen. Wij waren er eigenlijk geen voorstander van. Maar ja, nu dat eenmaal gebeurd is, staan ze leeg. De gemeente weet eigenlijk niet wat ze ermee moeten doen. En daarom zegt de gemeente van, nou, dan gaan we ze nu maar slopen. Nou, dat vinden wij heel erg jammer. Als ChristenUnie-fractie, maar ook bijvoorbeeld D66 en GroenLinks, die vinden dat ook heel jammer. En ik denk dat er nog wel meer partijen zijn en mensen in Almelo die dat heel jammer vinden. Want het zijn wel hele bijzondere huisjes. Het zijn huizen met een heel speciale gevel, klokgeveltje erop. En ja, we vinden ook, er is al zoveel verloren gegaan in Almelo. Dus het zou heel mooi zijn als we deze wel kunnen behouden. Nou, dus hebben we gekeken naar een manier, hoe kunnen we dat nou doen? Dat kan dus niet door er heel veel geld in te gaan pompen, want dat geld is er niet. Iedereen weet, de gemeente die is bijna failliet. Dus we hebben gekeken naar een manier van hoe kunnen we dat dan wel doen. Nou, dan zien we dat in andere steden, dat ze dat hebben geprobeerd met een idee en dat heet dan klushuis. Nou, dat betekent dat gewoon mensen, particulieren, die kopen zo'n huis. Soms worden er twee samengevoegd, dat zou hier ook heel goed kunnen. En die worden dan voor heel weinig geld worden ze verkocht. He, op die manier dan, de gemeente verdient er niet veel aan, maar het kost de gemeente ook niks eigenlijk. De mensen die het dan kopen, die hebben voor heel weinig geld hebben ze een leuk huis. Met best wel veel ruimte als je de twee samentrekt. Hele mooie plek natuurlijk, vlakbij het station. Nou, en we hopen dat mensen daar enthousiast van worden. En dat misschien ook mensen uit andere steden daar naartoe komen. En dat ze denken van, oh, dat is een mooie kans, dat willen wij wel opknappen. Nou, en dat op die manier dat hele rijtje weer opgeknapt wordt. Door de energie van de particulieren die daar, wat die daar zelf instoppen. En denkt u ook dat u de gemeente daarin meekrijgt? Dat dat plan gerealiseerd kan worden? Ja, dat hopen we wel natuurlijk. Wij denken dat het een goed plan is. Als we kijken naar andere gemeentes waar dat gewerkt heeft. Bijvoorbeeld steden zoals Rotterdam, Gouda. Grote steden, kleine steden. Zijn vaak oude huizen. Best wel kansloze huizen in achterstandsbuurten. Die worden op deze manier worden ze weggegeven. Of voor een laag bedrag verkocht. En je ziet gewoon, de ervaringen die leren gewoon van, die buurten die knappen daar enorm van op. Het is begonnen zo rond 2005. Zijn ze in Rotterdam begonnen met een bepaald blok. Daar wisten ze ook geen raad mee. Het was oud, het was verloederd. Niemand wou daar eigenlijk, geen enkele projectontwikkelaar wou daar geld in stoppen. Ze hebben gezegd, nou weet je wat, we gaan ze gewoon gratis weggeven. En nu is dat een superleuk buurtje waar mensen helemaal naar eigen inzicht hun eigen huis hebben kunnen inrichten. Kunnen opknappen. Sommige mensen hebben zelfs een palmboom door hun dak lopen. Dus ja, dat soort creatieve dingen, ja, dat zien we hier ook wel zitten. Laat maar gaan. Ga door. Goed zo. Zet hem voor die bal. Hoog voor. Kom op. Hup. Oei, jammer. Ja. Marie
zijn Cellini en Ramos. Nu, hup! Oh. Hup ernaast. Schijf, wissel. Oh. Net echt, hoor. Oh. Ja, die wist het op. Doe dat eentje. Hup. Nu. Doe dat. Ja, die gaat erin. Ja. Ja, dat is voetballer, zeg. Ben je een voetbalclub of niet? Ja? Ja. Ik vind dat je heel goed kunt voetballen. Geweldig. Mooi, ik heb niet staan. Hier. Dat weet je zelf ook, hè? Zie je wel, hè? Gaan er drie ballonnen de lucht in. En wat is de reden dat die alle drie tegelijk de lucht in gaan? Nou, we openen altijd ons ballonnenseizoen, mede dankzij Hatsito, hier in het Heraclesstadion. En dan is het heel erg leuk om een groepje kinderen bij elkaar te hebben. Met die drie ballonnen kunnen we 8 zieke kinderen en een begeleider meenemen. En dat is gewoon gezellig. Dat is leuk om met 8 kinderen weg te gaan in plaats van 1 ballonnetje waar er dan 4 in kunnen of 2 in kunnen. Dus dat is de reden waarom we hier weggaan. En jullie hebben een specifieke groep kinderen uitgezocht? De kinderen krijgen we vanuit de ziekenhuizen. Hebben we om gevraagd om kinderen uit te nodigen. Maar ook kinderen die van klanten van Hatsito komen. Hatsito die zit overal en die krijgen ook kinderen aangeboden. Nou leggen we die lijsten naast elkaar. En ja, soms zitten er dubbelingen in, maar die kunnen we er dan uitfilteren. En zo proberen we toch op jaarbasis 40, 50 zieke kinderen een plezier te doen met een ballonvaart of meenemen in een vliegtuigje. Dat doen we ook. Ja, nou, kijk, je kunt zieke kinderen kun je geld geven. Je kunt ze ook een keer uit hun ellende halen, want er is best veel ellende en veel ziekte. Zet ze met een vriendje of vriendinnetje of met pa, ma, opa, oma, met 1 persoon mogen ze meenemen. Zet ze in een ballonnetje en ze hebben een avond van hun leven. Ze hebben een avontuur beleefd waar ze nog jaren over napraten. In 2010, geloof ik, hebben we een eigen ballon aan kunnen schaffen. Met 3 stichtingen. En dat is nou onze eigen ballon. Daar staat ook ons logo op van Beautiful Ballooning. En ja, daar varen we dus altijd mee. Die gaan elke keer mee. Nou goed, heel veel contact gehad met Emiel Achterberg van Achterberg Ballooning. En toen in contact gekomen met Hatsito. En Hatsito die helpt ons geweldig mee. Die gaan met hun eigen ballon elke keer mee. Dus ik ben er heel blij mee.